There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got their reason, everybody got their way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen, meneer Drosten. Ja, meneer René, Drosten. René Drosten. Ja. Ik mag René zeggen. Ja, ik mag René zeggen. Wat bijzonder dat wij vandaag met... We mogen met Breng direct mee. Ja, onze Brengtreinen. Okay. Dus, die rijden tussen Arnhem en Doetinchem. Want dit is alweer de 11e uitzending van Waar gaat u naartoe? Van seizoen 3. Ja. En we vinden het heel bijzonder dat we met u mee mogen. En kunt u ook nog even uitleggen waarom wij met u meegaan, zeg maar? Want we kunnen niet zomaar instappen. Nee. Het heeft heel veel met veiligheid te maken. Dus dat is meer als met bussen. Hier het hele spoor hangt met veiligheid aan elkaar. Dus er moet altijd wel iemand bij zijn die... Ja. Die functionaris die in ieder geval op alle regels weet, wat moet je op het spoor doen. Ja, want de machinist mag sowieso niet afgeleid worden. Nee, en, daarom. Dus, en de passagiers, ja goed, die kun je dan wel interviewen. Ja, die mag je rustig afleiden. Ja. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Wat een rust in de trein. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. En dan wordt u verstoord door RTV Arnhem. En dat valt wel mee hoor, het is nog steeds rustig. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ja, ik ga naar de tandarts in Duiven. En u woont in Arnhem? Ja, ik woon in Arnhem en meestal ga ik met de fiets, maar de pont ligt eruit. Vanwege het lage water? Vanwege het lage water, dus nou ga ik met de openbaar vervoer. Nou is de tandarts niet altijd een favoriete bestemming, denk ik, hè? Nee, maar deze tandarts is echt fantastisch. Ja, dat is een hele ervaren tandarts en ik heb er helemaal geen moeite mee. Nee. Maar er is ook niks aan de hand volgens mij. Gewoon een halfjaars controle of zo? Ja, zoiets hoop ik dan maar. Ja. Bent u een Arnhems meisje? Nee, ik ben geen Arnhems meisje. Niet van ik hoorde iets. Waar komt u vandaan? Nou, ik ben opgegroeid in het buitenland, in Ierland. In Ierland? Ja, maar ik ben wel Nederlands, maar ik heb daar heel lang gewoond. Maar je bent geboren in Nederland? Ja, in Sittard. Er is niks mis mee in Sittard? Nee, helemaal Dan kunnen ze ook carnaval vieren. Ja. En hoe jong bent u toen naar Ierland gegaan? Toen ik 5 was, dus naar Noord-Ierland ook. Ja, u spreekt goed Engels natuurlijk. Ja, Engels met een accent dus. Hè. Dus Noord-Ierse accent, dus dat is heel anders dan. En wat was de reden dat jullie naar Engeland of naar Ierland vertrokken, Noord-Ierland? Nou, mijn vader die ging daar werken en ze gingen we allemaal mee. Ja. Het hele gezin? Ja, het hele gezin. En hoe groot is het gezin? Het gezin is 5 kinderen. Ja. Zo, met 7 mensen daar. En het was in de tijd van de troubles, van de oorlog. Dus het was ook een hele rare tijd om zoiets te doen. Maar Ierland is een fantastisch mooi land. Ik zou er nou alweer naartoe willen, ja. En op welke leeftijd bent u weer teruggekomen? Toen ik 20 was, om te studeren. Bent u in Nederland gaan studeren? Ja. En wat bent u gaan studeren? Tropische landbouw. Tropische landbouw, in Wageningen? Ja, in Wageningen. Oh, bijzonder. Ja. En daar bent u ook in afgestudeerd? Ja, nou uiteindelijk in Deventer. Maar inderdaad, in de tropische landbouw. Daar heb ik ook in gewerkt. En waar kan je die toepassing vinden, zeg maar? Waar werk je voor? Nou, in ontwikkelingswerk. Maar nu werk ik daar helemaal niet meer. En ik heb echt een switch gemaakt. Ik ben nou yoga-docent. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, meneer. U zit in de Breng Direct-trein, hè? Ja. Waar gaat u naartoe? Naar Amsterdam. En waar komt u vandaan? Nu? Nu uit de grote stad Wiel. Oh, daar hoorde ik net ook al iemand zeggen, Wiel. Ja. Oh, kijk eens op. Ja. Heeft u ook iets met Arnhem? Ik heb niks met Arnhem. Ja, u bedoelt, u bent er niet geboren? Nee, helemaal niks. Nee, ik vind Arnhem niet zo'n leuke stad. Oké, de knippen er niet uit. Ik knip het er niet uit. U mag het toch zien? Nee. Waar bent u geboren? Wassenaar. Chique Wassenaar. Ja. Heel maar het is zo'n chic sjaaltje en een mooie brillen. Ja. Maar wat brengt u van Wiel naar... Naar Amsterdam? Ja. In Amsterdam daar heb je om 2 jaar een shallow. Huh? Een shallow festival. Dat duurt ruim 10 dagen. Shallow biennale. Begin deze dagen, ja. En daar ben ik op weg naartoe. En dat is nu het laatste weekend. Dus... En dan probeer ik het laatste weekend zoveel mogelijk te horen. Ja, en te zien. Kan dat met een museumjaarkaart of is dat niet? Nee, dat kan niet met een museumjaarkaart. Je moet gewoon kaartjes kopen. En die heb ik dus al.
En nou ja, je kunt niet naar alles natuurlijk tegelijk. Maar gaat u vaker met dit soort uitjes? Nee, dit doe ik één keer in de twee jaar, omdat het maar om de twee jaar is. Ja. En ik hou ontzettend veel van de cello. Het is mijn tweede instrument dat ik zou bespelen. Ik speel geen cello, maar dat zou mijn tweede instrument zijn. En wat is het eerste dan? De piano. Speelt u piano? Ja, ik speel piano. En u heeft er een thuis staan? Jazeker. Ja, ja. Wat voor merk? God, hoe heet dat ook alweer? Schimmel? Of een Yamaha? Nee. Is het een Duitse? Nee, ja, het is een Duitse, maar het is een vleugel. Dus ik weet het even niet meer, zo 1, 2, 3. Maar een vleugel, mooi. Heeft u hem ook openstaan? Ik heb hem altijd openstaan, ja. We hebben een schuin dak. En dat staat, ja. En je hebt er drie, staat, je hebt zo'n babyvleugel, een middelste en een concertvleugel. Ja, dit is de middelste, ja. Niet komt een mooi geluid uit, hè? Prachtig geluid, warm ook, ja. En wat speelt u? Klassiek, hoofdzakelijk klassiek. En af en toe krijg ik van mijn moderne pianolerares ook modernere stukken van nu. En dan denk ik, ja, dat is ook wel leuk om te doen. En dan heb ik weer een stuk of vier van die moderne stukjes gehad. Dan ga ik weer over even naar de klassiek. Ja, en kunt u ook uit uw hoofd spelen? Met gevoel, dus gewoon een eigen stuk? Ja, nee. Als je eenmaal een stuk geleerd heeft? Ja, als je het goed gestudeerd hebt, dan kan je het uit je hoofd. Dat is een kwestie van goed studeren. Ja. Ja. U gaat er alleen naar Amsterdam? Had u niet iemand mee willen nemen? Ik heb een ernstig zieke echtgenoot, dus het is heel goed dat ik er even tussenuit ben. Maar ik word daar opgewacht door een goede vriendin. Dat is gezellig. Ja, en die woont in Amsterdam, dus daar blijf ik ook slapen en dat soort dingen. Oh, je blijft ook een nachtje slapen? Ja, ik blijf daar donderdag, vrijdag, zaterdag. Oh, heerlijk. Ja. En hoe wordt uw man opgevangen dan? Ja, dat weet ik niet. Nee, weet u niet eens? Echt niet? Jawel, dat weet ik wel. Ah, okay. Nou, ik wens u een hele... U moet er even tussenuit. Ja, een beetje mantelzorgen is eigenlijk wat u doet. Ja, een mantelzorgen. Ik wens u heel veel plezier in Amsterdam. Ja. Met uw vriendin. Ja. En sterkte met uw man. Ik ben nou yoga-docent. Dat is lekker rustig. Ja. Nou... Dat is heel goed voor je lichaam en voor je geest. Ja, dat is ook een soort ontwikkeling, maar dan van binnen natuurlijk. Dat zeker, en dat is ook heel erg gewild in deze tijd. Dus. Oké, en waar geeft u les? In Arnhem-Zuid. Ja. Maar heeft u een praktijk of hoe werkt dat? Ja, adarayoga.nl. Hoe heet het? Adarayoga.nl. Okay. Dat is iets voor de cameramannen. Kom maar langs, gratis proefles. Ja, nou, dat is helemaal mooi. Ja. En hoeveel cliënten, of hoe zeg je dat? Er komen echt wel 100 of meer dan 100 mensen per week op les. Bij u? Ja. Dus u doet het goed? Ja, ik doe het hartstikke goed, ja. Dan kunt u de tanden van betalen. Ja, zeker, ja. Maar... En wat voor een yogales geeft u? Gewoon een hatha yoga les. Dat is de meest oorspronkelijke vorm. Maar het is echt een verbinding van lichaam en geest. Dus door je lichaam te bewegen, te ontspannen, komt je geest tot rust. Dat is iets wat heel veel mensen graag willen in deze tijd. En dan gewoon een 1 uurtje in de week. Hè? Dus het is wel snel. Wat kost zo'n les, zeg maar? €10. En dan heb je een uur lang bij je met je lichaam geest. Plus een kopje thee. Ja, in Arnhem-Zuid, op de Zeelandsingel. Wat leuk. Ja. Nou, je maakt goede reclame. Ja. Maar ik denk dat het ook heel goed is in deze tijd. In een gehaaste wereld. Het is hartstikke goed, want de meeste gezondheidsklachten hebben toch te maken met hoe je over dingen nadenkt. Of hoe je met de dingen omgaat die je overkomen, zeg maar. Dat is eigenlijk toch wel heel veel spanning roepen dingen op. Ja. En je leert door yoga en meditatie ook leer je met die spanning om te gaan. Ja. Nou, woont je ook bij de... Waar in Arnhem-Zuid. In Arnhem-Zuid. Maar je huurt de ruimte ergens anders. Ja, het is een yoga-studio. En hoe bent u zo aan al die cliënten gekomen? Ik doe dit al 15 jaar inmiddels. Dus, en iedereen die... Het is een beetje mond-op-mond reclame. Dus dat loopt. Want er zijn natuurlijk heel veel yoga-leraren en leraressen. Ja, dat klopt. Alleen u bent de best. Nou, ik ben best wel goed, ja. Maar ook door de ervaring, hè. Want ik heb al heel lang dit gedaan. Dus ik weet onderhand wel waar het om gaat in de yoga. Ja. Mooi, lijkt me mooi. Nou, voor kom mij gaan we een keer doen. Ja. Ik had nog wel een vraag. Hè? Zijn die 5 kinderen ook allemaal terug naar Nederland gekomen? Ja, allemaal, ja. En de ouders leven nog? Ouders leven nog, ja. In Limburg inmiddels. Oh, ze zijn terug in de Sittard? Ja. Dus. Okay. En carnaval? Carnaval, ja, dat doen we eigenlijk niet zo. Want nee. We zijn niet echt Limburgers. Zeg maar. We doen wel heel veel Guinness drinken. Dat is lekker, toch? Dat is Iers bier. Ja, behoorlijk pittig biertje. Ja.
zoveel procent, ja. Maar die zijn alle vijf dus teruggekomen, dus ja. Allemaal. En ook allemaal weer rondom Arnhem, of bent u de enige? Nee, die zijn ook overal eigenlijk in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus we zijn niet echt zo heel honkvast, zeg maar, in Nederland. Doet u naast de yoga en dat trouwens nog iets aan sport? Want yoga is een sport natuurlijk al. Nee, ik doe helemaal niks meer aan sport, want ik beweeg de hele week. Je wil niet weten, deze week doen we een oefening. En dat doe ik elke dag. Wij doen kloppen met stokken. Klopmassage. Nou, je hoeft geen sport meer. Op je lichaam? Ja, op je lichaam. Tik, tik, tik. Ben je behoorlijk... Dan hoef je eigenlijk geen sport meer te doen. En ik fiets heel veel, maar nee. Nee, geen sport. Ik hoor duiven. Ja, ik moet eruit. Tandarts, niet bang voor de tandarts? Nee, nou nog niet. Nee. Ik zie wel. Doe hem er goed. Bedankt voor het gesprek. Ja, en heb je nog een leuke Ierse uitdrukking? Nou, niet zomaar even, nee. Nee? Tally-ho. Nee, ik weet het echt niet. Oké. Bedankt hiervan. Ja. Vandaag op 24 oktober 2018 mochten wij met Breng Direct mee. En is René Drosten onze begeleider geweest vanochtend. En daar willen we ook Breng Direct voor bedanken. We hebben een ontzettend leuke tocht gehad van Arnhem naar Doetinchem. Hele leuke passagiers gesproken. En die zullen in seizoen 3 vanaf aflevering 11 of 12 of 13 van Waar gaat u naartoe te zien zijn op tv bij RTV Arnhem. Nogmaals, Breng Direct bedankt voor de service en tot de volgende keer. Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love.